dia, bon dia, nieuwe dag, nieuwe vlog. Ik heb niet heel veel tijd. We staan inmiddels bij de auto om dadelijk uit te checken. Omdat we hier weg gaan. En jullie weten waarom. Dus ze komt er niet aan. En ik heb geluk gehad. Ik heb de vlog van gisteren niet kunnen afsluiten, maar ze vond het ook helemaal niks. Dus we gaan nu soort van boos weg. Ja, spreek jullie zo. Gisteren was ik in slaap gevallen, waardoor ik eigenlijk de vlog niet had kunnen afsluiten. Zoals ik het normaal doe. Maar ja, hotel was, ja, onze hotelkamer was slecht. De bedden waren echt voor mijn rug doende, gewoon dramatisch. En ja, joh, gewoon de kamer was gewoon zo klein. Op de wc-pot moet je schuin zitten, anders kom je knieën tegen de deur. Dat is gewoon een drama. Dus ik heb zoiets van, joh, zei tegen mijn vriendin van, joh, we gaan daar weg. Ik kan daar niet een paar dagen gaan blijven. Dat gaat niet lukken, dat gaat niet werken. Dus we zijn nu vertrokken. En aangezien wij de komende dagen vrij zijn en zo, gaan we iets anders zoeken. En we vinden beide Brussel leuk, dus we gaan even kijken als wij in Brussel wat kunnen vinden. Iets leuks. Want ik ben binnenkort jarig, hè, Dusje? Dus ja, om dat even te vieren in Brussel of zo, ik weet niet. Ik heb geen idee wat we nu gaan doen. We gaan gewoon het zien. En dan, ja, spreek jullie zo weer. Yes, we zijn net over de grens. België. Ik weet alleen niet waar we zijn. Ja man, en dus het is nog een beetje onduidelijk wat gaat gebeuren. Maar ik ben nu aan het checken op mijn telefoon of wat. Dus ja toch, een beetje spannend. Nee. Niet? Waarom? Dat je niet weet waar je naartoe gaat. Waar we gaan slapen of überhaupt wat. Nee, waar kan ik zo vinden? Oh, oké. Volg de rechte rijstrook bij het knooppunt Itre om de borden E19 richting Paris te volgen en houd links aan bij de splitsing. Yes, dit is op spontane dingen vandaag, man. We hadden zoiets van, hoe heet die, we zijn, ik weet niet eens waar we zijn. Zijn we nou in Parijs? Of zijn we nou in Frankrijk? Of niet? België. De eigen kant van Franse kant? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval, ik heb wat gevonden, dus we gaan niet daarin rijden. En dan gaan we het vanzelf zien, man. We zijn op een parking. Waarom denk je dat we een parking zijn? En een airport parking. Je bent niet stupid? Waar denk je dat we gaan? Weet ik wel. Zo mensen, we zijn in Charleroi Airport parking. Dus ze heeft door dat we ergens naartoe gaan. Wat vind je hiervan? Nee, leuk. Leuk? Mm-hmm. Ja, had je niet verwacht? Hè? Nee. Oké. Maar waar gaan we naartoe? Dat weet ik niet. Oeh! Vind je dat spannend? Dat is wel spannend. Heb je alles bij je? Ik heb alles van je ingepakt. Dus maak je niet druk. Zo heb je alles van me ingepakt. Je toiletspullen om te vliegen toch? Oh. Spreek jullie zo. Oké, we zitten in de airport smart parking. Spannend hè. Waar gaan we naartoe? Maar je bent slim hoor. Ik wist dat er iets aan de hand was. Hè. Ik heb daar twijfels over. Twijfels dat je slim bent? Ja. Was wel grappig. En ze zei het uit het niets, dus ik had niet verwacht, zeg maar. Dus ik kon het niet filmen. Ze zei, volgens mij gaan we ergens naartoe. Wat doen we hier helemaal hierachter? Maar goed, we zijn dus onderweg naar de airport, spreken jullie zo. Yes, en we zijn aangekomen bij Charleroi vliegveld. We gaan nu richting de gates of incheck en zo. Charleroi. Charleroi. Oké.
Eén van die twee. Yes, Charleroi is het, hè? Charleroi. In de lift. Spannend, je weet nog steeds niks. Je weet 0,0. Hij wil dat we gaan inchecken, denk ik. Nee, want dat is al gedaan, toch? Ja. Oké. Okay. Even een orange juice bij Guapa. Guapa. En jullie dit? Avocado chips. Nooit van gehoord. Yes, en we lopen nu eindelijk naar de gate, gate 8. En je weet inmiddels waar we gaan, hè? Hè? Wat vind je ervan? Ik weet niks daarvan. Nee, maar vind je het spannend? Ja, de eerste keer, dus dat was zullen zien. Eerste keer voor mij ook. Dus ik ben ook super benieuwd. Eerste keer voor ons allebei. Dus we gaan het zien. Jullie zullen het straks zien. Yes, we gaan bijna boorden. Dan gaan we vliegen met Ryanair. We zitten in de taxi. Je zegt waar je naartoe gaat en dan krijg je een nummer. Yes, dus hier moet je zeg maar een taxi reserveren. Of je gaat naar Bali, zeg waar je naartoe gaat. En dan geven ze je een taxinummer en de prijs gelijk erbij. Zo grappig, kan je eigenlijk niet geript worden ofzo. Dus dat is wel nice. Waar zijn we? Waar zijn we? Vertel ik zo. Yes, en we zijn aangekomen in ons hotel. Wij zijn in Hongarije, om precies te zijn in Boekarest of Budapest. Budapest. Budapest, sorry, Budapest. En ja, ik ga jullie zo de roomtour geven sowieso. We hebben niet echt een uitzicht, omdat we in een zijstraatje zitten. Ik zal jullie even laten zien. Dit is ons uitzicht dit keer. Dus helaas, uitzicht hebben we niet. Maar wel een hele mooie kamer, mensen. We beginnen hier met de kamer, met het bed. Dat is de bed. We hebben hier een kast. We gaan zo open. Super nice. Even kijken, hier hebben we dit. We hebben een kluis. En we hebben de minibar. En, geen idee, artwork. Of zo, denk ik. Super nice. Hier kom je naar binnen. Maar dat werkt ook op een of andere speciale manier. Die zal ik zo laten zien. Hoe je daar binnenkomt. En dat is ook super nice. Maar ik ga jullie de badkamer laten zien. Die is achter mij. Dus als je binnenkomt, is dit je view. Als het ware. Is dit je view. En dit alles is je badkamer. Dus een rain shower. En hier is je wc. En dit is dan. Dit is dan de wasbak. En ik zag net dat. Even kijken hoor. Kijk hoe nice, super nice. En check even dan. Check eens even dan. Voor de jarige, happy birthday to you. Met een flesje, denk wijn of zo, wat is dit? Wijn. We zitten in dit hotel. Dus
voor de jarige een flesje wijn. Happy birthday to you, super nice. TV voor ons hier. Bed is mooi. Dat vond ik ook super nice. En ik moet jullie even laten zien wat er zo speciaal is aan dit hotel. Van wat ik al zei. Het is een smart hotel. Dan zou je vragen, wat is een smart hotel? Kan je alleen laten zien als mijn telefoon het nog doet. Ik heb een app van het hotel. Dat is deze. En dan staat de Do Not Return. En dit is dan de app van een hotel. En als je hier kijkt, zie je Open Door. Nou, we gaan het gelijk proberen. Hier blijven wij. Doe het nu op slot. En dan zegt hij Open Door. Kijk, springt op grond. Kan je deur open doen. Super nice. Dus in principe hoef je dus niet in te checken. En dit is je kaart, zeg maar, van je hotel. Dat is niet alles wat die app doet. Ik zal jullie laten zien wat de app nog meer doet. Ik bedoel, je check-in dus via je telefoon. En je hebt dan geen kaart voor je kamer, maar dit is alles. Maar check dan. Hier staat dus ook room management. Temperatuur, dus temperatuur kan je hier ook aanpassen. Cooling or heating. Zie je? En dan zegt hij, wil je het warmer? Wil je het kouder? Dat kan je allemaal besturen via je eigen telefoon. Dus gewoon echt kicken. En je kan ook eten bestellen. En je kan ook transport bestellen. Zoals je ziet. Alles in die app. Ja, ik vind het super nice. We zitten in een smart hotel. Mijn telefoon is gewoon op zich leeg. Ik heb nog maar 1%. Dus ik ga de telefoon laten laden. De camera gaat ook even geladen worden. En dan denk ik dat we op straat gaan, toch? Dan gaan we de straat op. Gaan we even kijken wat we kunnen vinden qua eten. Ik zie dames aan het chillen in de balkon hier voor mij. Dus jullie willen kijken, hè? Ja, ja, ik snap het. Maar dat laat ik niet zien, of wel. Dit was de roomtour. Ik weet niet als jullie achter mij kunnen zien. De dames zitten te chillen op de balkon daar. En ja man. We zijn dus in Hongarije, baby. Budapest. Wat is het nou? Hongarije, Budapest. Ik zal het proberen te onthouden. Want ik ga het heel vaak noemen komende dagen. Dus ik moet het echt gaan onthouden. Dus ik spreek jullie zo. Yes, we gaan even naar buiten. Kijken wat het te eten is. Zo, we besloten de eerste straat te pakken gelijk bij hotel. En we gaan gewoon even kijken wat we kunnen eten. Er zijn allemaal tentjes hier. Dus ik ben benieuwd. Echt benieuwd. We hebben gepint, dus ik laat zo het geld zien van het land hier ook gelijk. 1 euro is 300 van hun, dus we hebben 20 euro gepint. We krijgen 6000. Ik heb geen idee wat we ervoor kunnen krijgen, maar we hebben creditcard bij en een pasje, dus het zal wel goed komen. We hebben net een street food ding gezien, dus we gaan even kijken wat gaande daar zo. Wauw, zoveel keuzes. Ik heb nog nooit zoveel keuzes gezien in een straat. En dat maakt het alleen maar moeilijker, want we weten nu niet waar we willen eten. Dus we hebben besloten om gewoon een rondje te maken. Eerst goed te kijken hoe het wordt. En dan pas een beslissing te nemen. Dus jullie gaan het sowieso zien. Yes, en we hebben gekozen voor Mexicaans. We gaan lekker Mexicaans eten vandaag. In Budapest Mexicaans eten. Wat weet jij daarvan? Wat weet jij van Mexicaans eten in Budapest? Zo, we gaan even eten. Lekker man. We zijn net wezen eten. Was niet zo lekker. Was oké, redelijk. Wat wel goed was, was de prijs. We hebben 12 euro betaald voor 2 personen en drinken. Dus nu gaan we iets lekkers halen. Dus spreken jullie zo. En we zijn terug in de kamer. Oeh, heerlijk airco aan. Ik weet niet eens, hoeveel graden is het? Maar het is echt warm. Het is niet normaal warm.
En het is niet omdat we zoveel gelopen hebben, het is gewoon echt warm. Je staat 24. 24 graden en het is... Er is geen wind. Half 11 in de avond. 24 graden buiten, geen wind. Het begon een beetje even motregenen. Heel eventjes, maar we hebben gegeten, wat ik zei, het was niet zo. We wouden even een ijsje halen of iets lekkers gewoon, maar er was eigenlijk weinig opties in de buurt. Er waren wel, maar dan moesten we een hele eind lopen, 1 kilometer verderop of zo. Dus ik had zoiets van nee, dat gaan we niet doen. Dus we zijn even bij een avondwinkel geweest. We hebben wat dingetjes gekocht. Zoals water en wat chippies. Ja, we hebben wat dingetjes gehaald voor de komende dagen sowieso. En natuurlijk water. En ik zei net tegen mijn vriendin dat we niet moeten vergeten om spullen te kopen voor VDE, vreemde dingen eten. Want vorige keer in Praag waren we het gewoon vergeten. We waren vergeten spullen te kopen om een video erover op te nemen. We hebben nog wat geld gepind van hier, dus kijken. Dit is een briefje van 500 dan. En dit zijn er wat duizendjes. Dus ik heb het een beetje uitgerekend. 1000 is zeg maar 3 euro nog wat, als ik me niet vergis. Dus ik heb ook wat losgeld gehad. Zien er dan zo uit. Dus ja, dus Hongaarse, ik weet niet eens hoe dat heet. Weet je hoe dat geld heet? Het heet Florint. Dus goed, wat is het man? Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Hier beneden kan je abonneren voor meer video's. Ik zou het ook enorm waarderen als je dat zou willen doen voor mij. Druk het even. Thanks. En ik zie jullie morgen in een nieuwe vlog vanuit Hongarije. Later.